Het leverde een storm van protest op begin februari. De prijsverhoging van 42 naar 74 euro per vierkante meter. Die stijging van zo'n 80% bracht de bouwplannen van verschillende mensen in gevaar. Ze hadden al tijd en energie gestoken in hun plan, maar een definitieve deal voor de aankoop van de grond was er nog niet. Een van hen was John Duinhouwer, die vreesde dat zijn plan te duur zou worden. Ja, die prijsverhoging, hè? De prijsverhoging zonder overgangsregeling voor mij en heel veel gedupeerden. Ja, dat is gewoon een ramp. Die overgangsregeling is er nu dus wel. Voor een deel van de mensen althans, waaronder Duinhouwer. Voor hem zijn de donkere wolken verdwenen. Ik heb goed nieuws gekregen, ik mag door, maar de andere mensen niet. Dus die wolken die hangen er nog steeds. Ja, 44 van de 124 mogen maar door. Dus dat zijn er ruim 80 die niet door mogen. Ja, dat klopt gewoon niet. Ondanks het persoonlijke geluk overheerst bij Duinhouwer dus toch nog een gevoel van onvrede. Ze zijn gewoon heel streng geweest. En dat is gewoon niet fair. Maar ergens moet er een grens getrokken worden. Maar wat u betreft niet op deze plek waar die nu ligt? Nee, niet hier. Niet hier. Nee, absoluut niet. Het is gewoon te weinig. Mensen die niet in aanmerking komen voor de lagere grondprijs kunnen nog tot eind deze maand aangeven of ze alsnog door willen gaan met hun bouwplannen.